Ik ben nooit in mijn leven zo onzeker geweest dan in die tijd dat ik het minste woog. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik hier even een lekker kopje thee, want ik heb het zo koud en ik heb mijn badjas aan en hier de peerling. Maar vandaag gaan we even weer kletsen. En het is een girlcode. En het is heel lang geleden dat ik een girlcode had opgenomen. Deze girlcode is net even wat anders. Ik heb nu niet specifiek vragen aan jullie gesteld op Instagram, wat ik normaal gesproken wel doe. En deze video heeft een soort van één samenhangend thema. En het gaat om onzekerheden, jezelfbeeld en trigger warning, afvallen, aankomen. Als je dat heel vervelend vindt, zou het misschien een... Nou, ik weet niet of dat een vervelende video is, maar ik heb meer over de impact, wat het met je hoofd doet en hoe je er misschien anders naar zou kunnen kijken. Waardoor je dus uiteindelijk je ook beter zou voelen, jezelf wil zelf verbeteren enzovoort enzovoort. Ik weet niet eens of deze zin klopte. Alleen, nou in ieder geval, het wordt even een kletsvideo en ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn. Gedurende de afgelopen tijd dat ik zeg maar girlcodes heb opgenomen, dus komen altijd wel soortgelijke vragen omhoog. En ik vind het veel makkelijker om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld menstruatie, jongens, liefde, uitmaken, bla 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 bla. Ik vind het daar bijvoorbeeld veel makkelijker om over te hebben dan hoe je je voelt. Natuurlijk heb ik die onderwerpen ook vaak genoeg aangesneden. Alleen nu wilde ik daar een hele video aan besteden. Omdat ik denk dat vooral in de tijd van dit jaar, heel specifiek, maar gewoon het einde van het jaar komt eraan en ik heb het gevoel, tenminste uit mijn eigen persoonlijke ervaring, dat ik dan veel meer struggle met mijn zelfbeeld. En dat is dit jaar, surprise surprise, niet anders. En dat heeft waarschijnlijk te maken met, weet je, winter komt eraan, de dagen zijn grauw, het is koud, het is onzeker, hoe gaan we het met z'n allen doen, bla 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 bla. En heel grappig, ik heb hier zeg maar een boekje, die heb ik al sinds 2017. Staan altijd mijn YouTube ideeën in en planningen en weet ik wat allemaal. Ik ben echt een goud, maar dit boekje heb ik letterlijk altijd. En ik heb hier aantekeningen uit 2020. Toen wou ik deze video al maken, maar toen heb ik het niet gedaan. Omdat ik gewoon soms niet weet hoe ik mezelf het beste kan verwoorden. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik het toen niet heb gedaan. Omdat ik toen heel anders naar dingen keek dan nu. Maar misschien is het juist leuk om zo'n video dan elk jaar te maken. Omdat ja, je zelfbeeld, maar ook hoe je naar dingen kijkt. Ik vind dat zoiets vloeibaars, omdat het gewoon zo snel kan veranderen. 3 weken geleden voelde ik me zo goed. En dan nu voel ik me dus stukken slechter. Dus zo snel kan het gaan. Laat staan wat in een jaar kan veranderen. Laat staan wat je dan in een jaar kan leren, meemaken. Waardoor het dus invloed heeft op jouw zelfbeeld. Ik heb deze video of deze aantekeningen in 2020 gemaakt. Omdat ik in dat jaar heel erg was afgevallen. Eigenlijk was ik daarvoor al heel erg bezig met afvallen. En dat was niet omdat ik vond dat ik te dik was. Dat was het niet. Maar ik voelde me heel erg ongezond. Want ik heb altijd al vanuit huis gewerkt. Nou, altijd. Maar echt al jaren voor de hele pleurisbende uitbrak in de wereld. En ik merkte aan mezelf dat ik ook steeds minder zin had om überhaupt naar buiten te gaan. En dat het ook invloed had op mijn mindset. Dus wat heb ik toen in mijn leven veranderd? Ik heb wat ongezonde, laten we zeggen, gewoontes vervangen voor wat gezondere alternatieven. Ik ben in die tijd ook gestopt met de pil. Dus mijn cravings en mijn voeding en waar mijn lichaam naar vroeg veranderde ook heel erg. En ik ben toen gaan sporten, want daardoor voelde ik me dus beter. En dat resulteerde dus in een aantal gewoontes en een aantal dingen die ik had veranderd, waardoor ik dus afviel. En in die tijd heb ik daar ook een video over gemaakt met 10 tips die je makkelijk kan toepassen in je leven. Die video heb ik nooit meer teruggekeken, maar volgens mij was het een best wel een leuke video met realistische kleine veranderingen in je leven die uiteindelijk tot een gewichtsverlies zou kunnen leiden. En ik weet het wel, dit hele verhaal, nou ja, weet je, het is een storytime. Jullie kennen mij, ik praat veel. Wat gebeurde er daarna? Daarna ging mijn 6-jarige relatie uit. Ik ben verhuisd en de pleursbende brak uit in de hele wereld. Niemand wist wat we moesten doen. Niemand wist hoe we moesten leven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ben verhuisd naar Amsterdam. En ik was eigenlijk, net als heel veel mensen in die periode, was ik heel erg de kluts kwijt. Ik was extreem veel afgevallen. Ik was al afgevallen
zeg maar nog voordat dit allemaal begon. Maar toen viel ik extreem af. En achteraf gezien was stress mijn factor waardoor ik dus zoveel was afgevallen. En in die tijd kreeg ik dus heel erg veel vragen van mensen hoe ik was afgevallen. Terwijl, en toen in die tijd heb ik dus daar niet op gereageerd, omdat ik vond dat ik het op een ongezonde manier had gedaan en ik wil niet een slecht voorbeeld geven. Dus dat was heel anders dan de eerste keer dat ik bewust ermee bezig was. Snap je wat ik bedoel? Toen ik er onbewust mee bezig was, toen het gewoon letterlijk gebeurde, dat was stress. En het is zo grappig, want mensen die keken waarschijnlijk naar mijn foto's of hoe het eruit zag op beeld, whatever. Ja, waar kan je anders naar kijken? En dachten waarschijnlijk, wow, het gaat waarschijnlijk lekker, bla 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 bla. Maar eigenlijk, ik had hier toevallig met een vriendin over gisteren. We keken naar foto's van een paar jaar geleden. En ik was echt op mijn aller dus. En ze vroeg aan mij, hoe voelde je eigenlijk in die tijd? Ik voelde me oprecht heel slecht. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik ben nooit in mijn leven zo onzeker geweest dan in die tijd dat ik het minste woog. En dat is zo bizar. Maar dat komt omdat mensen zoveel opmerkingen maken over hoe je eruit ziet. Dat ik letterlijk op een gegeven moment bijna bang was om weer aan te komen. Omdat mensen zeiden van, oh mijn god, dit ziet er zoveel beter uit. Ik zou zo letterlijk, omdat ik zeg maar in die schoenen heb gestaan, zou ik nooit zo'n opmerking willen maken. Misschien dat dat toch ergens uit een diep geworteld iets ooit zou uitvloepen. Maar ik vind het zo'n gevoelloze opmerking. Ja, tenzij ik misschien, weet je, na lang struggelen naar een diëtist zou gaan en naar een personal trainer en bla bla, dat ik er echt heel veel werk in zou steken, dat dan mensen zouden zeggen van, wow, Chris, je ziet er lekker uit. Dat ik denk van, oh, thanks man, hard werken. Maar dit was zo'n andere situatie. En dat bracht mij dus aan het denken over iets heel anders. Ik neem even een slokje thee. Dat hou ik de hele tijd al vast. Maar ik heb zo'n droge strot. Ik ben een soort van niet verkouden. Maar ik voel gewoon hoest. Ik voel gewoon als ik ga hoesten. Dat gaat zo'n pijn doen. Wat zijn eigenlijk de momenten dat ik wel een goed zelfbeeld heb? Dat ik wel lekker in mijn vel zit. En dat ik wel blij en gelukkig ben. En dat heeft eigenlijk 0,0 te maken met mijn uiterlijk. Toen ik zwaarder was dan nu, was ik niet blij, soms wel blij, soms niet blij. Toen ik veel dunner was, was ik soms blij, soms niet blij, meestal niet blij. Nu ben ik soms blij, soms niet blij. Einde van de dag, het ligt nooit aan je uiterlijk. Want ik heb al zoveel maten kleding gehad, om even in die termen te spreken. En geen enkele keer dacht ik, dit is perfect, nu ben ik blij. En daarbij kijk ik bijvoorbeeld ook naar nu, wat voor mij nu heel erg actueel is, is natuurlijk mijn huid. Ik ben daar extreem obsessief mee bezig. En nu heb ik weer een hele uitbraak. En ik voel me al meteen slechter. Ik heb geen zin om naar buiten te lopen. Ik heb geen zin om met mensen af te spreken. Ik heb geen zin om video's te maken, want ik heb geen zin dat mensen mij zien. En dat is zo bizar. Maar bijvoorbeeld een paar maanden geleden zag mijn huid er misschien beter uit. En heb ik misschien die gevoelens ook op een slechte dag gehad. Of een jaar geleden zag mijn huid er veel slechter uit. En boeit het mij wat minder wat mensen daarvan dachten. Maar het gaat echt alleen om hoe het binnenin gaat. Wat gebeurt er binnenin? Het gaat nooit om je uiterlijk. En ik denk dat als je dat begrijpt en als je dat soort van accepteert, dat wat je ook met je lichaam doet, dat maakt niet uit. Het gaat erom wat je met je gedachten doet, hoe je je voelt, wat je kan doen om je beter te voelen. Ik probeer niet te streng voor mezelf te zijn en mezelf niet te straffen als ik bepaalde dingen niet heb gedaan waar ik vroeger heel erg goed in was. Ik kon letterlijk een slechte dag hebben en dan naar bed gaan en dan nog een keer tegen mezelf zeggen, oh mijn god, je hebt vandaag niks gedaan, dit is waardeloos. Ik heb die denkpatroon heb ik echt kapot gemaakt. Dat gebeurt nooit meer dat ik naar bed ga en tegen mezelf zeg, oh mijn god Chris, dit was zo'n tijdverspilling. En hoe ik die patroon heb doorbroken is elke keer als ik die gedachtes had, tegen mezelf te zeggen, nee, dit mag je niet denken en dit zijn de andere gedachtes. Dus bijvoorbeeld in mijn geval was, als ik niet productief genoeg was en niks had gedaan en mezelf waardeloos voelde, zei ik tegen mezelf,
Dat is niet erg. Het is zo'n therapeutische video. Maar het is niet erg dat je niks hebt gedaan. Je voelde je niet goed. De maan zat verkeerd. Dit was niet goed. Dat was niet goed. Of je had er geen zin en geen tijd voor. Of whatever. Het maakt niet uit. En je mag zo'n dag als vandaag hebben. En op die manier, elke keer als ik zo'n gedachte kreeg, bestreed ik het meteen met de andere kant. Dus als je je bijvoorbeeld niet goed in je vel voelt, omdat je een hele dikke pukkel hebt op je voorhoofd, die dagen heb ik namelijk ook, vandaag, dan zeg ik tegen mezelf, nee Chris, het maakt niet uit als je de pukkel hebt op je voorhoofd, het definieert niet wie jij bent, het gaat over, smeer gewoon een crème op, whatever, doe foundation op als dat je beter laat voelen en ga door met je dag. Want aan het einde van de dag, mensen, valt het niet op. En dat is wat we vergeten. Wij zijn altijd zo druk bezig met wat anderen van ons vinden, met wat anderen van ons denken. Einde dag, mensen denken en vinden amper iets van jou, want wij zijn veel te druk bezig met wat er met onszelf gebeurt. Wij hebben niet eens tijd en capaciteit in ons brein om ook nog eens ons druk te maken over iemand anders. Ik denk dat ik mij persoonlijk wel in zo'n positie zet, dat het misschien makkelijker is om dingen ook bij mij te zien en dingen over mij te denken, omdat ik natuurlijk mezelf op een beeldscherm neerzet. Dat zou misschien wel anders zijn. Maar als je iemand tegenkomt bij Albert Heijn, gaat letterlijk nooit niet iemand op jouw voorhoofd kijken en denken, wow, wat een dikke pukkel. Want het interesseert mensen niet. Snap je wat ik bedoel? Dus als we kunnen loslaten wat andere mensen van ons denken, en als wij zelf onze eigen gedachtes naar iets positiefs proberen te brengen, denk ik dat wij ons al veel beter zullen voelen. Je gedachtes zijn gewoon heel sterk. En je gedachtes bepalen je gevoel aan het einde van de dag. En niet hoe je eruit ziet. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie het interessant vonden wat ik allemaal te melden heb. En misschien er ook iets aan hebben gehad. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!